Hallo lieve schorpioen, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 44, 30 oktober tot en met 5 november. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve schorpioen, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Ja, je gaat echt grote sprongen maken. Ik zie ook echt dat je dingen heel erg spannend vindt, maar dat er eigenlijk geen weg meer terug is. En dat je er echt volledig voor mag gaan en dat je vertrouwen mag houden. Je gaat niet vallen, je wordt echt opgevangen, het universum helpt je erbij. En je twijfelt of je dingen wel kan, terwijl je eigenlijk al heel veel dingen doet. Dus probeer niet te veel na te denken, want dat zorgt ervoor dat je dan vastloopt. Er zijn meerdere wegen die je aan het bewandelen bent. En vooral is het belangrijk om lief te zijn voor jezelf. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen. Wat je verder deze week mag verwachten. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Ja, je wordt wel even op pauze gezet. Sommige dingen weet je misschien nog niet of vind je heel erg spannend. Er wordt even op een pauzeknop gezet, zodat je even alle energie kan besparen die je nodig gaat hebben. Dus ga vooral relaxen. Pak de tijd voor jezelf. Ga werken aan jezelf. Doe affirmaties. Maar vooral ook geniet. Daarnaast zie ik ook zeg maar, dat het belangrijk is om je terug te trekken af en toe. Maar ook volg vooral je hart. Dus waar maakt jouw hart een sprongetje voor? Waar voel jij je goed bij? Waarin gaat de bron in jou, dus de passie in jou, ook weer branden? Je helpt anderen. Anderen zijn er heel erg blij mee. En je doet het echt vanuit liefde. Dus het is niet dat je per se het wilt doen omdat je er dan goed uitziet of iets dergelijks. Dus eigenlijk een hele mooie week. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen, naar een mooie boodschap voor jou. Kijk uit dat je niet aan dingen onderdoor gaat. Want je bent geneigd om te veel hooi op je vork te nemen. Mijn grenzeloze gevoel van vrijheid brengt licht in de wereld. En dat is waarom ze je daadwerkelijk ook af en toe op pauze willen zetten. Zodat je ook weer vrijheid gaat ervaren. En dat het niet te zwaar voor jou gaat worden. Lieve schorpioen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij nou ook weten wat mediumschap is? Ik zou zeggen, kom gezellig 24 november naar de workshop. 12 januari begint de opleiding. En heb je zelf behoefte om kaartjes te leggen of iets dergelijks? Ook verkoop ik die. Je kan het vinden op www.mediumdaphne.nl. Ook daar kan je readingen boeken. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.